Goedemiddag, ik ben Iris Nachtegaal, ik ben patholoog in Nijmegen. Als patholoog maken wij deel uit van het behandelteam van patiënten met een primaire onbekende tumor. In plaats van een vergrootglas hebben we een microscoop. En daarnaast hebben we mogelijkheden om naar eiwitten en moleculaire veranderingen in het DNA te kijken, om zo op zoek te gaan naar de oorsprong van de primaire tumor. Ik neem u mee op de zoektocht. Pathologie betekent ziekteleer. En een patholoog is dus degene die uitzoekt wat u eigenlijk ziek maakt. En wij kijken daarvoor naar cellen en weefsel. Want een groot deel van de ziekte, maar vooral bijvoorbeeld kanker, is een ziekte die voortkomt uit de cellen en de weefsels. De patholoog onderzoekt het weefsel dat bij u is afgenomen door bijvoorbeeld een huidarts, een maag-darm-leverarts of een gynaecoloog. Dat zijn vaak kleine stukjes weefsel of kleine cellen waar we veel onderzoek naar doen. Natuurlijk ziet de patholoog ook grotere stukken weefsel, bijvoorbeeld die weefsels die bij een operatie zijn weggenomen. Dat maakt het makkelijker voor ons om dat onderzoek te doen. Bij patiënten met een onbekende primaire tumor hebben we vaak maar heel weinig weefsel. Zoals u ook kan zien op het voorbeeld wat op de dia staat. En het is dus een uitdaging om aan de hand van zulke kleine stukjes weefsel erachter te komen waar de tumor nou eigenlijk vandaan komt. Met dat kleine stukje weefsel onder de microscoop kunnen wij zien of er iets aan de hand is met de patiënt. Of er sprake is van een ziekte of zelfs van kanker. Heel vaak doen we dat met meerdere specialisten. Vooral als het gaat om hele complexe gevallen. Zoals ook bij patiënten met een onbekende primaire tumor. Verder zoeken we informatie op in de boeken en natuurlijk ook op internet. Wanneer we naar het weefsel kijken en we vinden kanker, dan is de eerste vraag eigenlijk: waar komt die kanker vandaan? En dat hangt heel erg af van het orgaan waar je naar kijkt. Kanker in de darm is meestal darmkanker en kanker in de borst is meestal borstkanker. In de lever is het bijvoorbeeld echt een heel ander verhaal. Kanker in de lever is relatief zeldzaam en wanneer we kanker aantreffen in de lever, dan gaat het ook meestal om uitzaaiingen. Op het moment dat we uitzaaiingen vinden, moeten we dus op zoek naar de oorsprong van de tumor. Dat doet een beroep op onze onderzoeksvaardigheden. We moeten als detective aan de slag. Allereerst moeten we zoveel mogelijk informatie verzamelen over de patiënt, zijn klachten, de andere onderzoeken en natuurlijk de tumor zelf. Er zijn heel veel verschillende soorten kanker. Op grond van het beeld onder de microscopie kunnen we honderden verschillende tumorsoorten herkennen. In het rapport over primaire tumor onbekend en ook op de dia hierbij ziet u de belangrijkste tumorsoorten die voorkomen als onbekende primaire tumor. Adenocarcinoom komt het meest voor en dat is ook een tumor die we bij de bekende primaire tumoren het vaakst zien. Bijvoorbeeld als het gaat om darmkanker, borstkanker en een deel van de patiënten met longkanker. Blaafijselcelcarcinoom is veel minder voorkomend. Dat zijn de tumoren die je vaak vindt op de huid, maar ook in het hoofd-halsgebied en weer bij een aantal patiënten met longkanker. De soort kanker geeft ons de eerste aanwijzing waar een tumor mogelijk vandaan zou kunnen komen. Een tweede aanwijzing komt uit de plek waar de tumor zich nu bevindt. We weten bijvoorbeeld bij de lever dat het grootste deel van de uitzaaiingen die in de lever zitten afkomstig zijn in de darm. Dat zou dan de eerste plek zijn waar we verder onderzoek naar kunnen doen. Een ander voorbeeld staat op deze dia. Voor metastasen die zich in de eierstokken bevinden, maakt het uit of ze aan de linkerkant of aan de rechterkant zitten en of ze in één of twee eierstokken zitten. Dit geeft ons een nieuwe aanwijzing waar de primaire tumor vandaan zou kunnen komen. De volgende stap is het biologisch onderzoek naar de tumorcellen. Met behulp van eiwitkleuringen kunnen we kijken waar een tumor mogelijk vandaan kan komen. Op deze dia ziet u bijvoorbeeld hier in het bruin prostaatkankercellen. Die hebben we aangekleurd met het eiwit PSA. PSA is een eiwit dat u misschien wel kent, omdat het ook bij mannen in het bloed wordt aangetroffen wanneer er sprake is van prostaatkanker. Voor heel veel organen zijn specifieke eiwitten bekend, zoals u kunt zien op dit plaatje. Die eiwitten hebben nogal onlogische namen, dus daar moet u niet te veel naar kijken. Vaak kunnen we met behulp van een combinatie van de verschillende eiwitten kijken waar een tumor vandaan komt. Bijvoorbeeld het CDX2-eiwit wijst erop dat een tumor afkomstig is uit het maag-darmkanaal. In combinatie met CK20 denken we allereerst aan de dikke darm, terwijl een combinatie met CK7-kleuring meer wijst op een primaire tumor in de maag. Met behulp van deze verschillende combinaties komen we een stuk verder in het onderzoek naar de oorsprong van een primaire tumor.
Soms lukt het ons toch niet om de primaire tumor te vinden. En dan is er sprake van een primaire tumor onbekend. Maar dan nog gaan we verder met onderzoek. Want voor tumoren met bepaalde biologische eigenschappen zijn er wel behandelingen beschikbaar. Dus we stoppen niet. Ook niet bij patiënten met een primaire tumor onbekend. Die kleine stukjes weefsel worden verder onderzocht naar de mogelijkheid tot een geschikte behandeling voor elke patiënt.